gisteravond. West-Duits ambassadepersoneel in Moskou mag de komende dagen Matthias Roest bezoeken. Roest werd donderdag gearresteerd nadat hij zijn Cessna-vliegtuigje neerzette op het Rode Plein. Hij wordt nog steeds ondervraagd. Een woordvoerder van de West-Duitse ambassade zei niet te weten of Roest ook in staat van beschuldiging wordt gesteld. De stunt van Roest heeft geleid tot het vertrek van minister van Defensie Sokolov, die met pensioen gaat, en het ontslag van de bevelhebber van de luchtverdediging. Sokolov wordt opgevolgd door generaal Jasov. Waarnemers in Moskou verwachten dat er nog wel meer ontslagen zullen volgen. Het vertrek van de twee topfiguren werd gisteren bekendgemaakt na een extra zitting van het politbureau. Volgens het politbureau was het vliegtuigje wel gezien op de radar en hadden Sovjet-gevechtsvliegtuigen de Cessna ook twee keer van dichtbij bekeken. Maar het vliegtuigje werd niet onderschept of neergeschoten en kon rustig doorvliegen naar het Rode Plein. En dat, zo zegt het politbureau, is een ontoelaatbare zorgeloosheid en besluiteloosheid, waaruit blijkt dat de verdediging van het Sovjet-luchtruim ernstig te wensen overlaat. Bij een aanval van islamitische guerrilla-strijders op stellingen van het Israëlische en Zuid-Libanese leger zijn 13 mensen gedood. Aan de kant van de guerrilla-strijders vielen 8 slachtoffers, aan de kant van het Zuid-Libanese leger 5. De aanval werd uitgevoerd in de veiligheidszone die Israël in het zuiden van Libanon heeft ingesteld. Er namen 250 guerrilla's aan deel. Israëlische helikopters sloegen meteen terug en bombardeerden enkele dorpen in de omgeving, waar de guerrilla-strijders zich zouden schuilhouden. Hierbij viel nog eens 1 dode. Gisteren de nieuwe Flevo-spoorlijn en vandaag is er weer een nieuwe trein gaan rijden, de Eurocity. Die gaat in heel Europa rijden en is de opvolger van de Trans-Europa-Express, de TEE. Vanochtend om even voor 8 op het Centraal Station Amsterdam. Marketingdirecteur Van Zink van de Spoorwegen geeft het vertrek zijn voor de eerste Eurocity richting Innsbruck. Eurocity is een gezamenlijk project van 13 Europese spoorwegmaatschappijen om beter te kunnen concurreren met auto en vliegtuig. Eurocity is zo'n 10% duurder dan een gewone internationale trein. Er zijn meer voorzieningen aan boord, zoals een goede restauratie, en de Eurocities worden ook vaker schoongemaakt. De Indiaanse premier Gandhi heeft een bezoek gebracht aan de stad Meerut. Die stad was de afgelopen week het toneel van zeer ernstige onlusten tussen hindoes en moslims. Samen met zijn vrouw bezocht de premier ziekenhuizen waar de vele honderden gewonden worden verzorgd. De meeste van hen hebben ernstige brandwonden. Bijna allen zijn moslims. Ze waren opgesloten in hun huizen die daarna door hindoes in brand werden gestoken. De rellen in Meerut, een stad met 1 miljoen inwoners, hebben aan bijna 200 mensen, voornamelijk moslims, het leven gekost. Het leger patrouilleert nog steeds in de straten die in de moslimwijken een desolate aanblik bieden. De godsdiensttwisten in Meerut waren de ernstigste sinds de afscheidingsoorlog tussen Hindoe-India en moslim-Pakistan in 1947. De directe aanleiding was een allanglopend conflict over een heiligdom dat beide godsdienstgroepen exclusief voor zichzelf opeisen, maar dat volgens een rechterlijke uitspraak door beide mag worden gebruikt. De bosbranden in Noord-China zijn opnieuw opgelaaid. Dinsdag melden de autoriteiten dat het vuur onder controle was, maar hevige stormen hebben de vlammen weer aangewakkerd. Bij de eerdere branden zijn al zo'n 200 mensen omgekomen en ongeveer 50.000 raakten dakloos. Talloze inwoners ontvluchten het gebied. Vele van hen komen uit Mohe, de meest noordelijke stad van het land. De plaats van 25.000 inwoners werd in een kwartiertje tijd in de as gelegd. En inmiddels is het vuur overgeslagen naar de onmetelijke wouden van binnen Mongolië. Dit gebied wordt bovendien bedreigd door een geweldige bosbrand die vanuit de Sovjet-Unie nadert. Alleen een grensriviertje houdt het Russische vuur nog tegen. Maar vanwege de sterke wind vreest men dat de vlammen uiteindelijk toch naar China zullen overwaaien. En dan het weer bij ons tot slot. Opklaringen, in het binnenland mogelijk een bui. Vannacht mistbanken. Middagtemperatuur morgen van 14 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. Tot zover dit journaal. Een goedenavond.